we kunnen dit product niet meer verkopen. Dat is gewoon waardeloos geworden, niets. En we hebben hier heel jaar gewerkt, maar niet voor dit. Want wij betekenen een product voor de consument, niet voor de vogels. We hebben geen vergunningen meer, dus we kunnen daar niks meer aan doen op dit moment. Een kraai is heel slim en die kent het heel snel. Dus ja, die heeft dat meteen in de gaten. En met afschot, ja, daar zijn ze natuurlijk bang voor. Hier zit de schade. En als het niet bejaagd wordt, dan gaat die populatie ook nog verder groeien. Dus dan wordt de schade alleen nog maar groter. Dat we allemaal dossiers opgebouwd hebben. Dan moeten we eerst leidzaam toe gaan kijken hoe onze gewassen aangetast worden. En dat we dan kunnen zeggen aan de rechtbank hier, kijk hier is, wij wisten het al, maar nou weet u het ook. En ja, dat is gewoon krankzinnig.